Mag me één keer slaan en dan zeg maar, oké, ja, 3, 2, 1. Yo mensen, vet dat jullie allemaal kijken. Ik heb een speciale gast. Zeker weten, hij heeft wel vaker meegedaan in de video's. Je weet niet wie het is. Zullen we je ontmaskeren nu of niet? Nee. Nee? Oké. Maar we gaan vandaag vragen stellen. Super cool. Ja man. Jawel man. Het is gewoon Valerio. Sowieso. Oké, jij mag beginnen met vragen, want ik weet er geen één. Ga. Oké. Je moet even zelf zeggen wat voor vragen het zijn. Allerlei vragen. Mooie vragen, leuke vragen, grappige vragen, enge vragen, rare vragen, alles. Speciale vragen. Als je een manier zou willen hebben om dood te gaan, hè? Ja. Hoe zou je dan dood willen gaan? Als ik zou moeten kiezen, ik zou echt dood moeten gaan. Zeg. Ja, je moet dood gaan, maar... Oh, heftig. Oeh. Man. Heftig. Ja, ik heb al bij de vorige video was zeg maar zo dat ik altijd dat ik zelfmoord wou plegen, zeg maar. Oh, ja. En ja, dan zou ik het wel van een gebouw af doen, want dan zou ik wel willen weten hoe dat... Dan heb je ook een kick, weet je. Dat bedoel ik. Ga je eerst skydiving? Snap je, eerst ga je nog helemaal zo... Oké. Als je zeg maar iemand van een squad zou moeten doen, dus echt wiepen zeg maar, wie zou dat dan zijn? Je moet er 3 namen uitkiezen. Drie namen. Geen eens 3 wijven in de squad. Dat bedoel ik, dus dan moet je ook een jongen uitkiezen. Nee! Jawel man. Oh, vies, nee. Heftig. Isis, een Sven. Als het zou moeten, hè? Nee. Ik wil die andere ken ik allemaal niet. Selena, als je misschien... Nee, ga niet. Nee, hoor je weg. Nee, Ja? God, wie nog meer? Maar je moet nu een jongen uitkiezen. Je moet nu een jongen uitkiezen. Niet dat je... Als je het zegt, is het niet gelijk dat je het bent, hè, weet je wel. Dus het is 1 jongen. Wie zou je dan doen? Ik zeg je eerlijk, ik zou gewoon Stan kiezen. Dat is gewoon een goede vriend voor jou. Ja, klopt. Maar nee, eerder Jeroen. Jeroen? Ja, weet je waarom? Dat is zo'n klote... Droge klootmond. Ja, oké, dat is waar. Dus dan wordt het toch wel vat. Ja, oké, dat is waar. Bang, bang, op de achterbank. Wat? Jij moet nu een vraag stellen. Ja, ik moet een vraag stellen. Oké. Als je zou moeten leven op Mars, of Aarde, of Neptunus. Waar zou je een nieuw bestaan opbouwen, zeg maar? Dus Aarde, dat was nog... Dit is er allemaal niet. Dit is er niet. Jij bent, zeg maar, degene die het allemaal creëert, zeg maar. Die het wat welke vind je de Aarde dan lauw, of Neptunus, of Mars? Oh, ik zou de maan kiezen. De maan? Ja. Oh, heftig. Ja, eerlijk. Ik kom wel bij je wonen, man. Ja, dat is sowieso. Ik neem ook niet eens kant mee. Sowieso. Oké, nou jij. Maar de maan is gewoon lauw, eerlijk. Ja, de maan is gewoon hard. Ja, dat zie je. Ja. Ik wil echt een keer naar de maan. Pa! Oh, schrok je? Nee, okay. Ja, ik schrok wel van mezelf trouwens. Oh ja, maar je schrikt ook wel eens van jezelf in de spiegel. Nee, dat is waar. Oh ja. 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 Oké, een vraag, hè? Ja. Wil je liever pornoster worden? Of vuilnisman? Of putjeschepper? Oh, weet je wat het is? Jongens, het is misschien een beetje raar om te zeggen. Vuilnisman. Weet je, ik weet niet hoeveel ze verdienen. Dat is altijd wel een drama, zeg maar. Iedereen zegt, ja, ze verdienen slecht. Het kan ook zo zijn dat het goed verdient, omdat ze, weet ik veel, omdat het kutwerk is. Ja. Maar weet je wat het is? Ik denk dat ik dan voor pornoster ga, want ze verdienen toch verdient fucking gewoon veel. Oké. Liever een YouTube kanaal hebben met 1 miljoen abonnees, of 1 miljoen euro. Oh, dat is moeilijk. Ja. Want als je 1 miljoen euro hebt, heb je die 1 miljoen instant. Maar als je een YouTube kanaal hebt met dan 1 miljoen euro. Dan kan je het steeds creëren. Dan zeg je creëer je het, ja. Ja. En dus dan kan je gewoon steeds doorgaan. Dan hoef je niet precies. Meer. En uiteindelijk, als je 1 miljoen abonnees hebt, gaat dat ook best wel snel. Dat dan krijg je meer miljoen. Dan krijg je meer. Kan je 2 ton verdienen, 3 ton. Ik zou eerlijk gewoon een YouTube kanaal met 100 miljoen. Dat bedoel ik. 1 miljoen abonnees. Heftig. Ja. Wat zou je? Als jij nooit YouTube had gedaan, ja. Als jij nooit iets met een camera had gedaan, wat zou jij nu aan het doen zijn? Ik denk dat ik dan stratenmaker zou zijn. Ik zweer je, ik heb een school waar ik alleen maar leer om stenen te leggen en shit, niet dat ik daar meer naar school ga, weet je wel. Maar, en je kan vuilnisman worden, maar dat is het mensen. Ik ben een soort van... Wat ik slecht heb gedaan vroeger, ben ik nu aan het verbeteren door YouTube, weet je wel. Ik wil daar een soort van iets mee doen. Ja, dus je leven weer mooi maken, hè? Ja, leven weer een beetje prachtig, hoor. Als een bloemetje. Bro, als je
een onzichtbaarheidsmantel had. Je weet toch zo, je kent toch de film Harry Potter? Ja. En die heeft zo'n onzichtbaar, zo'n mantel. Oh ja. Waar zou je als eerste naartoe gaan? Oh, deze is fucking nice. Ik heb gewoon de beste vraag ooit. De bank. De bank. En dan gewoon al het geld stelen. Ja. Oh, heftig. Ja, dan ga ik mee. Eerlijk, je kan daar gewoon insluipen. Ja. Dan moet je even wachten tot iemand die kluis opent. Ja. Dan ga je ze dan naar binnen. Dan wacht je tot die kluis dicht gaat. Ja. Dan pak je al het geld. Stop je ergens in de tas of zo. Doe je ook onder die mantel. Ja. Dan wacht je tot iemand ooit weer die kluis opent. En dan ga je naar buiten. Ah, dat is een goeie. Oh, nou heb ik zin in. Of een casino. Een casino is makkelijk. Onzichtbaarheidsmantel. Oh, zo. Ja. Oké, maar dat is raar. Oké, maar mensen. Als je één superkracht zou mogen hebben. Ja. Wat zou het dan zijn? Het is een heel regular question, maar. Vliegen, man. Ik wil het wel weten. Vliegen. Ik zou sowieso willen vliegen dan, man. Ja? Ja, wel, man. Hoe heftig het ook klinkt. Maar dat vliegen is gewoon lauw, eerlijk. Oh, ik zou dat niet weten dan. Ik zou of onzichtbaar willen kunnen zijn. Ja. Of willen vliegen. Ja. Of kunnen tijdreizen. Oh, tijdreizen is ook wel lauw. Eerlijk, dat zou fucking lauw zijn. Oh, dan kan je gewoon zien hoe je later of je kinderen krijgt of je een mooie vrouw hebt. Ja, maar ook hoe het er over 3000 jaar uitziet. Ja, oké. Over hoe het er over 100 jaar uitziet. Ja, dat is wel lauw. Oh, dit is wel maar ook terug in de tijd. Stel je maakt een toets nu of zo. Ja. Dat je hem gewoon weer overnieuw kan. Dan kan je hem overnieuw maken. Oh, eerlijk. Heftig. Wat een beetje van kut. Ik heb hem fout gemaakt. Dan ga je terug en dan pak je gewoon antwoorden. Als je een miljoenenbedrijf had. Ja. Maakt niet uit wat. Ik heb dat. Eerlijk. Echt? Oh, oké. Okay. Maar weet dat als je die zou hebben. Ja. En je zou hem kunnen verkopen voor 3 ton. Maar je verdient er zelf ook superveel money aan als je zeg maar hem nog zou houden. Wat zou je dan doen? Ja, hem sowieso houden. Het is een miljoenenbedrijf. Ja, okay. Dat betekent dat ik miljoen krijg. Nee, maar iemand verkoopt het. Zeg, iemand wil het kopen. Het is een miljoenenbedrijf. En je krijgt er 4 ton voor. Ja, maar 4 ton is minder dan dat ik zelf heb, weet je. Ja, oké. Okay, kijk, als iemand er een miljard voor zou bieden. En het is een miljoenenbedrijf. Dan zou ik het zeker doen. Dat is waar. Dat is waar. Wacht. Verleer, joh. Verdam. Weet je, als jij of drank of drugs zou mogen opzeggen, welk zou je doen? Dan zou ik drank opzeggen. Ja? Ja. Ja, dan zou ik drank, ja. Want ik ben daar sowieso al van af, zeg maar. Oh ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik ben er nu vanaf, zeg maar. Ik heb de tijd gehad. Dus dat is makkelijker ook om mee te zien. Dat bedoel ik. Ah, okay. En ja, drugs is een beetje moeilijk voor mij, zeg maar. Ja, oké. Okay. Maar weet je wat het ook is? Drank is slechter dan wiet, bijvoorbeeld. Dat bedoel ik. Weet je, je kan het zeg maar. Wiet is zeg maar echt bijna niet slecht. Nee. Want hoe heet dat? Sigaretten wel. Nee, wiet is helemaal niet. Sigaretten wel, maar. Ja. Met wiet. Dan, ja, oké. Okay. Ja, okay. Het is niet super goed of zo. Nee, oké. Okay. Maar het is wel het is beter dan drank. Omdat ja, drank dat drink je ook veel meer dan dat je bloot meestal. Valerio. Ja. Als jij. Ik mag je niet slaan. Doe dan. Nee, wacht. We gaan doen zo van. Valerio gaat Arthur slaan. En dan doe je zeg maar zo van. Oké, Valerio, je mag me 1 keer slaan. En dan zeg maar, oké, ja, 3, 2, 1. Poeh! Nu heeft hij pijn. Oké, maar weet je dat? Wat is jouw droomvrouw? Hoe moet die eruit zien? Voor later, zeg maar. Als je een vrouw zou nemen, ik weet niet of je gay bent, maar... Nee. Oké. Nee. Maar hoe zou jouw droomvrouw eruit moeten zien? Welke kleur haar? Bruin, man. Of boeit het niet wat voor... kleur haar als ze maar lief is, weet je, zulke dingen zeg maar. Oké. Nou, op zich, het boeit me op zich niet heel erg, maar hoe ik het ze moet wel gewoon mooi zijn, eerlijk. Ze moet mooi zijn? Ja. Liefst bruin haar. Ja, gewoon goede rondingen. Goede rondingen, sowieso. Gewoon normaal, weet je. Gewoon normaal. Je moet wel even een beetje naar voren staan. Oké, ik moet even naar voren staan. Ja, dat is meer zo, ja. Man, ben je nou, je bent wazig of zo? Ik zie het niet. Oh, oké. Okay. Oh, nu moet ik nog een vraag. Nog 1 vraag. Nog 1 vraag. Dit is de laatste vraag, jongens. Heftig. Wat zei jij? Wat wil jij over 40 jaar nog doen? De miljoen abonnees halen, man. Dat wil ik sowieso halen. Ja, maar stel je hebt die behaald. Ja. Op je
20ste, ja. Weet ik veel, op je 25ste. Ja. En je bent dan 40. Mm-hmm. Wil je dan nog door met YouTube? Wil je een andere baan doen? Mm-hmm. Zo ja, wat wil je dan doen? Nou, ik wil zeg maar dus, ja, dan wil ik wel doorgaan met YouTube, man. Ook als ik 40 ben. Sowieso. Gewoon tot als je opa bent, weet je. Ja, dat is fucking nou. Eerlijk. Straks zie je Valerio gewoon als opa. In een rolstoel, ja. Zitten wij zo te chillen, weet je wel. Een beetje vloggen zo. Oh, fucking nou. Eerlijk. Ja, dat is wel hard. Dat is wel nou. Eerlijk, zie je hem, zeg maar, nu zie je hem zo. En dan over een paar jaar, weet je, als hij ook hartje is. En dan zijn we nog aan het chillen en shit. En dan, dat is toch blauw? En dan kijkt iemand van die tijd. Ja. Kijkt terug naar een foto van, naar een filmpje van nu. Dat bedoel ik, dat is toch fucking lauw? Dat is gewoon mind blown, weet je. Dat is echt lauw. Maar mensen, dit waren de vragen. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. Dat is een harde video. Was een harde video sowieso. Doe allemaal een blauw duimpje omhoog. Een blauw duimpje omhoog. Hij is blauw toch? Ja, hij is blauw. Hij is niet geel, nee. Nee, maar het was wel. Ja. Oké. En reageer even. Hoe moet ze reageren? Ze moeten reageren. Je moet gewoon reageren. Reageer wat jouw droomvrouw of man is, weet je wel? Ja. Reageer wat voor jou belangrijk is. Precies. Juist. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Eerlijk. Zeker. Zeker. Deel deze video met al je vrienden. Met iedereen. Zet hem op Facebook. Zet hem gewoon ergens. Ja, zet er een hoek op. Zet hem gewoon ergens. Zet hem op een En dan gaan we nu een soort van weglopen, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Nee, die kant. Waar is die deur? Ja, nee, dat weet ik. Oh, trouwens. Doei. Ja.